Dames staan al klaar. Te wachten op hun opkomstmuziek. Gok ik zomaar even. Tot nu toe zijn eigenlijk alle finales wel, tenminste. De meeste finales zijn zeer spannend geweest. Compound zonder meer. Ja. En bij de recurve kwam het uiteindelijk ook heel dicht bij elkaar. Ondanks dat de eindstanden het niet helemaal weergeven, blijken het toch spannende matches te zijn. Zo dadelijk krijgen we Annemarie de Kinderen en Esther Deden. Ook bij de lid van het CTO op Papendal. En vorig jaar beide een medaille gewonnen tijdens dit NK. Ook hier op de Vrijthof in Hilvarenbeek. Annemarie werd toen tweede en Esther werd derde. Dus Esther gaat nu voor een stapje hoger. Wat automatisch inhoudt dat Annemarie ook een stapje hoger gaat. Want Esther zou dan nu zilver halen en Annemarie goud. Maar ik heb zo'n vaag vermoeden dat Esther daar niet helemaal aan mee zal willen gaan werken. Ondertussen waait het hier eventjes wat harder. En de opkomst van Esther ook. Dus de opkomst van zowel Annemarie als Esther. Baan 1 staat Esther. En op baan 2 Annemarie der Kinderen. Deze dames zullen we onder de verschillende leiding van Marleen Kroegers vandaag uitmaken. Die zich nationale kampioen mag noemen. Marleen Kroegers in deze match de scheidsrechter. Net zoals bij de dames voor het brons. En hier hebben we Daisy ook nog even in beeld. Gaat ze ontzettend hard lachen in één keer natuurlijk. Ja, dat zul je altijd merken. We starten straks eerst met een drietal proefpijlen. Voordat we echt aan de wedstrijd beginnen. Ook deze dames beginnen met een proefserie. En tot nu toe begon volgens mij iedereen wel een beetje laag. Maar zullen we eens kijken of dat bij deze dames ook gebeurt? Daar ben ik wel benieuwd naar. Mag jij even lullen, want ik heb een broodje even op. Het komt helemaal goed. De dames beginnen weer met elkaar. En we zien dat Esther gaat beginnen. Zij heeft gekozen om als eerste te starten. En dan zien we dan straks ook weer natuurlijk de hele tijd terug. Hopelijk blijft het hierbij spannend ook. En als het straks weer gelijk wordt, dan zal Esther ook blijven beginnen. En wanneer ze voor zal staan, dan wordt het toch omgedraaid en gaat Annemarie beginnen. De eerste 9 heeft Esther al geschoten. Een mooie pijl en vlot. En ook een 9 voor Annemarie hier in de proefronde. En een 10 erbij voor Esther. Voor Annemarie. En 3 pijlen en 27 voor Esther. Een mooie groep. De dames gaan tot nu toe in de proefronde zelfs al gelijk op. Dat belooft wat voor de wedstrijd zo dadelijk als ze dit volhouden. En een 9. Dat is toch 1 punt verschil. En een proefronde blijft toch altijd weer anders dan als de matches straks echt gaan beginnen. Ik denk altijd, dat gaat altijd wel goed. Als ik zo begin, dan komt het straks ook wel goed. Ja, en zodra de eerste ronde begint en je kan de eerste pijl echt schieten, dan komt het echte spelletje pas aan bod. En ook hier hebben we nu de coaches in beeld. Ad van Vught staat bij Annemarie der Kinderen. En Joanne van Zutphen staat ook bij Esther. Joanne begeleidt wat meer schutters. En ook de dames, net zoals de heren, op 70 meter. Zoals ik toen straks al vertelde, hang een dvd aan een boom op 70 meter en kijk eens hoe groot het is. Dan weet u ongeveer hoe groot de 10 is waar we met z'n allen op staan te schieten met een recurveboog. Want 12 centimeter is echt niet zoveel op 70 meter.
De wedstrijd gaat nu verder officieel beginnen. De scheidsrechter geeft weer aan wie er gaat beginnen. Ze nemen hun plaats er zo in. Esther mag het eerste schot leveren. Voor de gouden finale van het Nederlands kampioenschap 2016. Gaan we eens kijken of ze de druk er meteen goed op kan zetten door meteen een goed schot af te leveren. Net zoals bij de proefpijlen daarnet. En het is wat minder. Een linkse pijl. Een linkse 7. Dit biedt voor Annemarie meteen de kans. Om te laten zien dat ze er is. 2 punten verschil. Ze begint goed. Beetje in het groepje waar ze net zat met inschieten. Kijk. Esther herstelt zich fantastisch. Reageert goed. En dat geeft toch aan dat Annemarie er altijd bij zal moeten blijven. Een 8 voor Annemarie. Heeft toch weer een gelijke stand nu. De laatste pijl van Esther zit ook mooi in het geel. Een 9. En meestal zeggen we geel is goed genoeg. Alleen op dit niveau is dat eigenlijk niet meer zo. Want dan moet je toch echt wel de 10 gaan gebruiken. En een 9 zal inderdaad voor Annemarie ook nu een gelijke stand geven. En een 10 voor de winst. En het is een 8. Waarschijnlijk zal deze ronde naar Esther toe gaan. We wachten het officiële bericht nog even af. Maar dan zijn de eerste setpunten nu verdeeld. En ook hier gaat het weer om de best of 5. Dus de eerste op 6 punten gaat er vandoor met het goud. Maak ons een patent dat een Hyundai traject dubbel geparkeerd staat. Ik wil iemand dolgraag weg. Het kenteken van deze Hyundai traject 97. PD, PB. Beide dames ontvangen hun pijlen weer terug van de proefronde. We zien ook achter op het veld het publiek staan. Gezellig tentjes, de brasserie, het is mooi weer. Iedereen is eigenlijk, opgetogen vandaag. Fantastische omstandigheden vandaag. Perfecte finale weer. Zonder meer. Voor de kijkers zeker ook. We zien even verder het publiek. Een klein rondje langs de kerk. Een mooie locatie hier op de Vrijthof in Hilvarenbeek. Met medewerking natuurlijk van alle sponsoren. Zowel hier lokaal als ook de internationale sponsoren. Zoals u daarachter ook heel mooi kan zien. In het beeld. 28 graden. Nou, mogen toch gezegend mee zijn hier. Zonder meer. Ik ben blij dat ik hier even onder de tent in de schaduw kan zitten in ieder geval. Het veld is ondertussen weer gereed. De scheidsrechters hebben de scores bevestigd. En we gaan verder met de tweede set. Annemarie gaat beginnen. Ze zal haar eerste antwoord op Esther moeten geven. Eens kijken of ze het voor elkaar krijgt. Om meteen aan te geven van joho, ik wil ook nog wat punten. En ze begint met een 8. Ook weer links. Toch niet rechts en laag, zoals we net dachten. Hè? Deze dame zit eigenlijk al een beetje over algemeen links. En een lage 6 voor Esther. En Esther had wat dat betreft natuurlijk een kleine voorsprong op Annemarie, want Esther heeft al een finale geschoten hier. Samen met Jesher Appels in de teamfinale. Zien we ook als agent van Esther. En 10 voor Annemarie. En een 7 voor Esther. Geeft deze ronde toch nu al een groot verschil. Maar de derde pijler moet er nog geschoten worden. Maar dit biedt de mogelijkheden in ieder geval voor Annemarie om een set terug te pakken.
laatste paar seconden alsnog een goede 9, bijna 10. Halen alles uit die 20 seconden, hè, die ze zonder kunnen krijgen. Er is een vlot schot voor Esther, is een 9. Niet voldoende voor deze ronde, maar misschien een mooie pijl voor de volgende. En deze setpunten gaan voor Annemarie. Met een 2-2 stand biedt het nog alle mogelijkheden. We kunnen nog alle kanten op. Weer lekker gelijk, hè? Daarom. Dat gaan ze gewoon volhouden. Want we hebben tot op heden vandaag nog geen enkele shoot-off gehad. Niet iets wat de schutters graag willen. Inderdaad. Maar wij als publiek vinden het toch wel erg leuk om mee te maken. De scheidsrechters zijn de pijlen aan het beoordelen om te kijken dat de scores ook overeenkomen met datgene wat we daarvoor hadden. En de stand is inderdaad bevestigd, zodat Esther en Annemarie op 2-2 staan op dit moment. Ze gaat nu weer beginnen. En een links en een 9. Een beter begin dan in de vorige set. Meteen aangevend dat ze mentaal sterk genoeg is om er overheen te stappen. Een lage 8 voor Annemarie. Heeft 1 punt verschil nu. Nog genoeg mogelijkheden in deze set. Een linkse 6 voor Esther. Eens kijken of Annemarie daar weer gebruik van maakt. Het erop en erover principe. Hij schiet de pijl erbij. Niet helemaal, want het verschil is nog maar 1 punt. Dus het kan nog alle kanten op. Negen. Met een 9 maakt Esther er toch nog een mooie score van. Maar die neemt de tijd. En om deze set te winnen zal ze in ieder geval een 9 moeten schieten. Met een 8, een gelijke stand. En de laatste seconde. En het wordt een 7. Dat betekent dat deze set weer naar Esther gaat. En dat ze met 4-2 voor staat. En dat Esther, als ze de volgende set wint, het goud heeft gewonnen. En dan zou Annemarie op dezelfde plek eindigen als vorig jaar. Namelijk op het zilver. De pijlen zijn weer terug van de vorige ronde. We gaan eens kijken wat het gaat worden in deze set. Waarbij de winst voor Esther kan worden, mits ze deze set gaat winnen. En Annemarie zal er werkelijk alles aan doen om dat natuurlijk niet te laten gebeuren. Nee, want als het nou weer 4-4 wordt, dan komen we toch weer een stukje dichter bij die shoot-off. En dat kan zeker nog gebeuren. Dat biedt mogelijkheden. Maar zelfs met een gelijke stand kunnen we die kant nog op, hè, met 5-3. De scheidsrechters hebben de scores bevestigd en het veld wordt weer vrijgegeven
voor de volgende set. Annemarie zal beginnen. Annemarie begint met een 9. Sterk schot. En Esther begint met een laag schot, een lage 8. 1 punt verschil nu. Eens kijken of Annemarie het vol weet te houden. 3 goede pijlen. En 9 erbij. Sterk schieten van Annemarie op dit moment. En 10 voor Esther. Maar toch weer een gelijke stand. Zo zie je maar dat het allemaal niks zegt totdat de laatste pijl geschoten is. En geteld is natuurlijk. En met een 10 voor Annemarie legt ze de druk er volledig op bij Esther natuurlijk. Ja, alleen met een 10 komen we toch op die 5-3 uit. En het is een 8 voor Esther. Dus het geeft toch een 4-4. Dus de kans op een shoot-off is nog steeds aanwezig. De dames laten allebei zien dat ze er toch echt 100% voor gaan. Als dus het niet meer is. En laten zich niet zomaar kennen. Allebei gewaagd aan elkaar. Zit ook in de focusploeg voor 2020. En dat kun je ook zien aan de stand. Met 4-4 en de punten eigenlijk steeds heel dicht bij elkaar. En we zien de agents. De agent van Annemarie is van de club. En we zagen de agent van Esther, daar heeft ze het team mee geschoten. Dat was Jesher Appels. En de agent controleert de scores die geschoten zijn. En zorgt ervoor dat de pijlen er netjes uitgetrokken worden. Dus de agents zijn best wel belangrijk voor de schutters. Want zij zijn ook degene die uiteindelijk een call maken te ja of te nee. En met de gele shirtjes zien we iedere keer de runners. Want die geven dan de pijlen steeds weer terug. Dus de agents halen ze eruit. Halen eventueel een slechte of een goede pijl tussenuit. Maar de runners brengen ze weer terug naar de schutters. Daar blijven de agents, hoeven dat niet te doen. En ook daar zullen we eens gaan kijken of we daar volgend jaar het internationale concept voor kunnen gebruiken. Radiobestuurbare auto's. Moeten we natuurlijk niet Dirk de afstandsbediening geven bij deze? Dirk zal nog wel lukken. Maar onze DJ Ben dat blijft een gevaarlijke achter het stuur. Dus we gaan dat afwachten. Esther die zet zich op voor het eerste schot weer. Gelijke stand, kan ze hiermee de eindbeslissing maken? En rechtsacht. Een belangrijke ronde dit. Wordt het hem wel of wordt het hem niet voor beide dames? Er volgt hoe dan ook een beslissing na deze ronde. En Annemarie start ontzettend sterk. En ze laat zien dat ze er echt nog is. 9 voor Esther. En hiermee kunnen we alle kanten nog op. Sterk schieten van beide dames nu. En 9 voor Annemarie. Dus 2 punten verschil voor de laatste pijl. Snel schot. Een 8 voor Esther. Dat betekent dat een 7 voldoende zou zijn voor Annemarie voor de winst. Bij een 6 krijgen we een shoot-off. En bij een mindere pijl gaat de winst naar Esther. En het is een 9. Dus Nederlands kampioenen 2016. Annemarie der Kinderen. Dus beide dames een stapje omhoog ten opzichte van vorig jaar.
waarbij de winst voor Annemarie is. Mooie wedstrijd. Een zeer mooie wedstrijd. Gelijk opgegaan. Zo willen we toch wat liefst zien, hè? Spannend tot het eind. 4-4 met nog één set te gaan en dan zo eindigen. Erg sterk geschoten door Annemarie. En kijk eens hoe blij ze is. Ze gaat er helemaal van genieten.